De oppositie in de Tweede Kamer verzet zich fel tegen de komst van nieuwkomers op Lelystad Airport. De polderluchthaven mag uitsluitend een overloopvliegveld van Schiphol worden. En daarmee gaat de Kamer in tegen het plan van minister van Nieuwenhuizen. Dat bleek vanmiddag allemaal tijdens een debat in de Tweede Kamer. En dat debat werd gevolgd door verslaggever Richard Schuurman. Ja, Richard, kan je vertellen waarom de Kamerleden zo fel gekant zijn tegen de komst van nieuwkomers op Lelystad Airport? De Kamer sprak vanmiddag met de minister van Nieuwenhuizen kort over de zogeheten verkeersverdelingsregeling. Dat is een regeling die bepaalt hoe het vliegverkeer van Schiphol en Lelystad wordt verdeeld. De minister wil dat vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad verhuizen. Wil daarvoor maatschappijen verleiden om een plekje op Schiphol op te geven. Maar zij heeft nu een regeling aan de Europese Commissie voorgelegd waarin de deur wordt opengehouden dat er ook nieuwkomers, maatschappijen die nu nog niet op Schiphol vliegen, dat die ook gebruik kunnen maken van Lelystad. Nou, ze wacht nog op antwoord uit Brussel, maar de Tweede Kamer gaf vanmiddag al aan, bij monden van de SP, van GroenLinks en ook de Partij voor de Dieren, maar ook de regeringspartij D66, dat Lelystad echt alleen maar een overloopluchthaven mag blijven voor vluchten die van Schiphol naar Lelystad gaan. Geen nieuwkomers, want anders ontstaat er echt een probleem. Nou, dat is voor enkele partijen toch nog ook wel een discussiepuntje. Regeringspartij CDA zegt, we moeten maar even afwachten waar Brussel nu uiteindelijk mee instemt. En het CDA wil eigenlijk ook wel weten welke maatschappijen hebben nou echt daadwerkelijk interesse om naar Lelystad te gaan. En die lijkt daarmee een beetje te kantelen in het standpunt of ze nou overloop van Schiphol wel of niet volledig eisen. Maar andere partijen, en met name GroenLinks, zei ja, we weten op dit moment eigenlijk nog niet exact waar Brussel mee komt. Maar het is eigenlijk uitstel van een conflict binnen de coalitie waar we de komende weken zeker getuigen van zullen zijn. Want dan komt Brussel met een reactie. Dus dan gaat deze discussie echt nog wel een vervolg krijgen. Ja, hoe reageerde de minister? Nou, minister Cora van Nieuwenhuizen die kon eigenlijk niet zo heel inhoudelijk op die verkeersverdelingsregeling ingaan, omdat ze officieel het nieuws niet kent. Vorige week is er een conceptbesluit gekomen via de NOS naar buiten. Maar van Brussel zelf verwacht ze pas eind deze maand duidelijkheid. Dus daarmee werd de discussie een beetje afgekapt en bleef ze op de vlakte. Over Lelystad Airport werd wel nog gevraagd van ja, wat betekent nou al die discussie over de stikstofuitstoot? Staat Lelystad Airport daarmee op slot? Nou, ook daarvan moest de minister eigenlijk zeggen, ja, ik weet het op dit moment niet. We zijn aan het inventariseren hoe de bouw, de uitbreidingsplannen van de luchthaven effect heeft, ook met de gevolgen van de vliegroutes. Wat dat allemaal voor elkaar betekent, wat dat voor Nederland betekent en of we dus wel Lelystad Airport kunnen openen. Maar het antwoord daarop heeft zij op dit moment nog niet. Goed, Richard, dank je wel. Jij blijft het voor ons volgen.